De halve finales van het toernooi gaan beginnen. En ik moet als allereerst tegen Marnu. Yo, Nintendo fans. Super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Rikachu. En ik denk dat jij ook even in de Rikachu Army moet komen door hieronder even op die rode abonneerknop te drukken. En dan loop ik snel dit stadion in, want het is tijd om het stadion in te lopen. Ja, zo logisch is het vandaag. Daar zijn we jongens, we hebben 8 badges gehaald. Dat betekent dat we officieel eigenlijk aan de Pokémon League zouden mogen gaan deelnemen, die in deze game geen Pokémon League is. Jullie snappen wat ik bedoel. Ik mag mee gaan doen aan het toernooi, om de baas te worden hier zo. En laten we even een Pokéball kapen bij de Pokéball guy. Ik ga een keer cosplay doen van de Pokéball man jongens. Super tof. En we krijgen een Dream Ball. Maar laten we ons vooral ook even in gaan schrijven hier bij de balie om mee te gaan doen aan het toernooitje. En dan gaan we eens even kijken of wij het kunnen halen. Of wij deze halve finales van het toernooi kunnen overleven. En dat doen we natuurlijk met deze 6 vuurtype Pokémon. Ronald, Tom, Thomas, Wilbo, Bardo en de enige vrouw in het gezelschap, Dionne. Dit blijft toch wel een vet moment hoor. Als je zo hier in het stadion bent en je hoort zo de speakers, de muziek. Maar je hoort ze niet vol. Je hoort echt dat je in de kleedkamers bent. En dan loop je in het stadion in. En ja hoor. De halve finales van het toernooi gaan beginnen. En ik moet als allereerst tegen Marnu. We lopen beide naar ons plekje toe. En zo te zien is Marnu er helemaal klaar voor. Let's go! Leopard is de eerste waar ik tegen moet. Go Ronald! You can do it! Nou weten we dat Double Kick super effective is, maar ik denk dat ik gewoon keihard voor Pyro Ball moet gaan. Want Pyro Ball is gewoon de sterkste aanval die ik heb, die ik ken. Mijn favoriete aanval van Ronald. Op je bakkes! Oh snap. Oké, we zijn echt een aantal leveltjes hoger en het maakt verschil. Dat zien we. Don gaat naar level 52 en dan mogen we nu gelijk tegen Scrafty. Ja, en Scrafty was volgens mij de vorige keer best wel irritant. Maar ik ga nu even Bounce gebruiken. Dus ik ga eens even kijken of dat werkt. Bounce, let's go. We go up in the sky. Scrafty gebruikt Swagger. Oh ja, dat deed hij. Hij confused mijn Pokémon de hele tijd. Dat was super irritant. Bounce is super effective, maar dat maakt hem niet kapot. Maar nu gebruikt hij Scary Face. Dat vind ik helemaal goed. Als ik jou was, had ik nog een keer Swagger gebruikt. Maar oké. We zijn nu dus iets langzamer, maar ik denk dat we nog steeds... Ja, we zijn nog steeds veel sneller dan Scrafty. Dus geen enkel probleem. Let's go. Mijn Fireteam lijkt dit wel aan te gaan kunnen. Mijn Fireteam lijkt wel te gaan winnen van Marnu. Maar we moeten natuurlijk niet te vroeg juichen. Maar de tweede Pokémon die hebben we in ieder geval verslagen. Ook Scrafty is down door Ronald. Kabliggy blam. Volgende Pokémon. Ronald en Dionne beide een leveltje omhoog. Oh, Ronald wil Double Edge leren. Dat is een super sterke aanval. Maar je damaged jezelf hier ook heel erg mee. En aangezien ik al Pyro Ball heb... Nee, die wil ik niet leren aan mezelf. Dionne wil Venom Drench leren. Het zorgt ervoor dat de special attack, de attack en speed status lager worden van een target die gepoisoned is. Nee, laten we dat ook maar niet doen. De volgende Pokémon waar we tegen moeten gaan vechten is Toxicroak. En ik wil dat toch even door iemand anders laten doen, jongens. Ik laat het even doen door onze grote vriend Wilbo. En daar is Toxicroak. Ik kan namelijk dik doen en dat is super effective. We zijn gelukkig ook sneller dan Toxicroak. En dan ben ik benieuwd wat Toxicroak eigenlijk van plan was. Ja, toxic, zie je? Oh, lukt dat? Lukt dat gewoon? Ik ben gewoon poison terwijl ik onder de grond zit. Hoe dan? Hé, maar dat is niet eerlijk, jongen. Hoe doe je dat? Oh, en nu Venoshock. Ja, nee, dat doet dan meer damage dan normaal. Oké, laten we het maar... Oh, ik wou het snel afmaken. Ik wou het snel afmaken, maar dat laat Marnu niet toe, want zij gebruikt de Full Restore. Oké, jij wil het dus blijkbaar zo gaan spelen. Ik denk, ik maak het even af met Flamethrower. Maar zo werkte dat niet. Ik ben wel badly poisoned nu, ja. En nu ga ik het alsnog afmaken met Flamethrower. Maar ik ben dan heel benieuwd of Wilbo dit nog gaat overleven. Want ik ben badly poisoned. De poison wordt steeds erger. En eens even kijken of die poison me ook echt 46 HP damage gaat doen, jongens. Kom op, overleef het. Oké, Wilbo overleeft dit nog wel. Maar ik moet nu duidelijk gaan switchen. En dan switch ik naar Bardo. Let's go, Bardo. Want Bardo is ook een bug-type Pokémon. En die zijn super effective tegen Morpeko. Morpeko is wel sneller. Die doet even torment. Helemaal prima, Marnu. Ja, Marnu, kom op. Kom op, Marnu. Ik had wel verwacht dat je me iets moeilijker zou gaan maken. Alhoewel, met je Toxicroak deed je het net wel heel goed. Dat moet ik je wel even nageven. En dan de laatste Pokémon van Marnu alweer. En ze zegt, ja, nu ga ik het echt winnen. Want iedereen moedigt me aan.
Hier is mijn Grimmsnarl. Oh, die zal ze vast gaan dynamaxen trouwens. Laat ik dan ook maar even gaan dynamaxen. Ik was er bijna vergeten dat we ook nog een Pokémon moesten gaan dynamaxen. Maar laten we Dionne dan keihard gaan dynamaxen. Ik ben wel fan van Dionne. Ik ben wel fan van Salazzle. Ik vind het helemaal hartstikke mooi. Ik vind het echt een coole Pokémon. Die lacht ook. Dionne, ik hoop niet dat je in het echt ook zo lacht. Ja hoor, en dan gaat Marnie. Die gaat inderdaad ook even lekker dynamaxen. Hoppakee, ja. G-Max Grimmsnarl, jongen. Niet normaal. Die heeft ze gewoon. En wij doen dan natuurlijk Max Ooze, want dat is super effective. Meer dan de helft van zijn HP gaat eraan. Het is ook nog een critical hitje, dankjewel. En ik boost daarmee ook mijn special attack nog even. Hoppa. Marnie gaat haar favoriete move gebruiken. En de favoriete move is G-Max Snooze. Oh, dit ziet er wel intens uit, ja. Holy crap, dat zag er intens uit. Gelukkig overleven we het wel. Lekker gedaan, Dionne. En dan mag je het nu afmaken. Dan hebben we de eerste halve finale gewonnen. What? Marnie is down. Iedereen in het stadion keek naar ons. Ze hebben allemaal voor me zitten juichen. Voor mij en mijn Pokémon. En dat was heel nice. Ik heb verloren. Maar we hebben het publiek in ieder geval gek gemaakt. En dat is nog niet zo slecht, zegt Marnie. Oh, en daar is Hoppy. Ja hoor, de final match. De final match is tegen Hoppy. En zijn team is on fire. Bro, ik heb alleen maar vuurtype Pokémon. Mijn team is on fire. En ik ga zo eens beginnen met Don als eerste Pokémon. Ja, en dan moeten we het ook nog even hebben over de vraag van de dag. Want de vraag van de dag is, met welke type Pokémon is deze challenge het allermoeilijkst? Is dat bijvoorbeeld met Poison of met Ghost of met Bug of met grond? Want eigenlijk wil ik deze challenge doen met het type waarmee het allermoeilijkst is. Dat lijkt me echt super vet. En dan gaan we kijken of we Hop dan ook weer in die halve finales kunnen verslaan. Ja, hij is super overtuigd van zichzelf. Hij denkt echt dat hij de Pokémon kampioen gaat worden. Dat hij de allergrootste eindbaas is. Ja, Hop, je bent wel een baas, maar niet de allergrootste eindbaas. Maar laten we dit doen. Hij begint met een dubbel. Begin maar even met Stealth Rock, Don. Kijk, hij begint met Cotton Guard. Hij gaat zichzelf eerst een beetje verdedigen. Of nou ja, hij gaat zichzelf boosten. Hij gaat zijn defense boosten. Dat is wel nice. Wij beginnen met Stealth Rock. Iedere Pokémon die Hop nu het veld in gooit, krijgt een klein beetje damage. En dan ga ik denk ik eens even Heat Crash doen. Alhoewel, ik weet niet of dat heel erg slim is. Want hij is dus zijn defense natuurlijk wel geboost. Hij krijgt ook damage natuurlijk van mijn Rocky Helmet. Dat is ook waar. Ik heb ook de Rocky Helmet nog op natuurlijk. Ik denk dat het nu misschien slimmer is om Ancient Power te gebruiken. Want dat is geen fysieke aanval. Dat is een special aanval. En ja, Dubbel die gaat lekker los. Oh, ik mist blijkbaar mijn Ancient Power, denk ik. Maar hij kreeg net wel damage van mijn Rocky Helmet. Natuurlijk niet als hij mist, maar... Oh, nee. Hij doet de Full Restore. Ja, hij is trots op zijn dubbeltje, hoor. Hij is super trots op zijn dubbeltje. Helemaal goed. Moet je ook zijn. Kijk hem. Body Slam. Ja, het is dat dat Don gewoon een hele hoge defense heeft. Oh, ik ben wel paralyzed. Dat is balen. Maar mijn Flame Body, die zorgt ervoor dat hij geburnt is. En hij heeft nog last van mijn Rocky Helmet. Dus ja, dit gaat wel goed komen. Wij gebruiken Ancient Power. Gewoon dwars door de paralyzation heen. Nice. Dan krijgt hij nog een stukje burn. En dan ga ik het afmaken met Incinerate. Oh, hij doet reversal. Oké. Doe je ding. Super effective, maar goed. Het doet me nog steeds niet zo heel veel. Oh, en hij heeft zichzelf gekild door de Rocky Helmet die ik heb. Want Dubbel heeft alleen maar fysieke aanvallen. Ja. Ja, dat is eerlijk gezegd, vond ik het best wel slim gespeeld van mezelf. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik zeggen. Vind ik wel. Oké, volgende. Snorlax. Dat mag Thomas gaan proberen, jongens. Onze level 50 Chandler mag het tegen deze Snorlax gaan proberen. Snorlax krijgt natuurlijk gelijk een beetje damage van die Stealth Rock die ik gedaan heb. En ik ben super dom. Want Ghost heeft natuurlijk geen effect op normal type Pokémon. Ah, stupid. Dat was echt heel dom, jongens. Laten we maar weer even terug switchen naar Don dan. Oh, High Horsepower heeft hij. Oké, dan was dit ook niet een hele slimme move. Want dat is een ground type attack. En die sloopt mijn Don ook. Maar ja, High Horsepower sloopt eigenlijk gewoon heel mijn team. Dus ik moet eigenlijk gewoon potions gaan gebruiken. Hem laten aanvallen. Zorgen dat hij kapot gaat door de Rocky Helmet van mij. Dat zou op zich een tactiek kunnen zijn. Wel een beetje smerige tactiek, maar oké. Ik heb genoeg hyper potions voor jou. Let's go. Dit is echt een hele smerige tactiek, jongens, om te winnen. Kijk, Hop blijft natuurlijk doorgaan met High Horsepower, want het is gewoon super effective. Dus hij denkt, ja, ik ben op de goede weg. Maar die Rocky Helmet die ik aan Don heb gegeven, die zorgt ervoor dat hij zichzelf helemaal kapot maakt. Dit is echt heel smerig, jongens. Kijk hem gaan. Nog een keer. High Horsepower. Yeah! Oké, Don, hier heb je nog een Hyper Potion. Hoppakee. Ik hoop alleen niet dat hij straks gaat slapen, want dan schiet dit natuurlijk helemaal niet op. Oh, kijk, daar is mijn Flame Body. Oh, ik denk dat hij nu kapot gaat, of niet?
Kijken. Ja, en dan nu nog een klein beetje damage van de burn. Ja hoor, Snorlax is down. Arme Snorlax. Arme Hoppy. Heeft hij een goede aanval tegen mij? En dan doe ik dit. Thomas en Wilbo gaan beide een level omhoog. Wilbo is ook bijna level 50 nu. En de volgende tegenstander is de kleine mini Pinchurchin. En dat is een electric type Pokémon. En die mag het gaan opnemen tegen Wilbo. Want Wilbo is natuurlijk de enige in mijn team die een grond move kent. En die is natuurlijk super duper effective. Let's go. Pinchurchin gebruikt Curse. En daarmee gaat zijn speed naar beneden. Maar zijn attack omhoog. En zijn defense gaat ook omhoog. Dus dat is op zich wel slim gedaan misschien. Nou, oké. Nog een keer Curse. Oké, je gaat lekker. Hij wil zijn Pinchurchin echt een tank maken. En dat snap ik op zich wel. Dan ga ik nu gewoon wel even flamethrower doen. Want ik moet wel even snel gaan aanvallen nu, denk ik. Deze is natuurlijk niet super effective. Oh, maar wel genoeg om Pinchurchin te verslaan. En dan de volgende. En dat is Corviknight. Ja, en Corviknight is helemaal geen probleem voor mijn team natuurlijk. Want ja, dat is gewoon één fire-type move en het is klaar met Corviknight. Dit is makkelijk. Corviknight is een easy target voor mijn Pokémon. Don gaat naar 53. We zijn lekker aan het trainen met z'n allen. En dan Rillaboom. En laten we dat ook maar gewoon met Ronald doen, jongens. Hij krijgt natuurlijk wel weer damage door Stealth Rock, Dynamax, Max Flare. Ja, en dan denk ik dat het wel klaar is met Rillaboompy. Daar komt hij hoor, met zijn gigantische trommel. Dat pluk je haar ook voor zijn gezicht, hè? Max Flare erbovenop. Is het een one-hit KO? Het is een one-hit KO. Ja, dat had ik ook wel een klein beetje verwacht. En zo hebben we gewoon even die halve finales gefixt, jongens. Deze was niet zo heel moeilijk. Maar de finale straks? Ah. Dat wordt een stuk lastiger, ben ik bang. Dionne en Ronald gaan beide nog even lekker een leveltje omhoog. Die zijn 2 levels omhoog gegaan tijdens dit toernooi. Nice. En dat was hem. De halve finale. Hop is boos. Maar dan, daarna, is hij toch blij dat hij het gehaald heeft tot hier. We hebben fans, jongens. En Leon staat klaar. Ik vind het wel grappig dat er ook een soort van beveiliging staat. Gewoon, hè, om die mensen tegen te houden daar. Leon zegt dat was echt goed. Dat was briljant. Ik had tranen in mijn ogen. Goed gedaan. Ja, en dan zouden we dus een hapje gaan eten met Leon. Maar Leon is nooit opkomen dagen. Maar degene die wel opkomt dagen is Piers. Want er zijn problemen. En als er problemen zijn, dan is Piers van de partij. En er zijn grote problemen, jongens. We moeten naar buiten. Maar dat gaan we allemaal in de volgende aflevering doen. Doe even een blauw duimpje omhoog als je deze serie tof vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En laat vooral weten welk type Pokémon het moeilijkst is om deze challenge mee te doen. Want misschien gaan we dan de volgende challenge wel doen met dat type. Wil je meer live zien gamen? Volg me op twitch.tv/rickstu. Zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel! We'll be right back.